Het ministerie van Justitie en Politie gaat geen enkele vorm van crimineel gedrag van agenten tolereren. Minister Kenneth Amoksi is teleurgesteld dat agenten betrokken waren bij een geval waarbij meisjes seksueel werden geëxploiteerd. Deze agenten zijn inmiddels ingesloten. De bewindsman benadrukt dat hij zulk gedrag niet zal accepteren. Ik zit al een paar dagen ermee. Uh, ik, ik, ik heb bewust uh, geen statement gegeven. en dan met over afval zijn ze kiesrana. Pe want u jonge dames, jeugdige meisjes, denk 13 en 14 jaar, zijn op hier op een of andere manier smaron zullen waarschijnlijk, kia denk op die inwa also en goed dat de exploiteer denk. En het erge hier aan, dat in De aangehouden Scootman ook te betrokken. En Lies Scootman voor een laatste lichting, zijn ze voor het bij de omtrent de bevordering en dergelijke. En ik ben diep, 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 diep teleurgesteld hierin, omdat uh, wij dit niet moeten hebben voor een korps uh, dat de samenleving moet, uh, moet beschermen. Minister Amoxi is zich ervan bewust dat het korps voor grote uitdagingen staat. Onder andere moet gewerkt worden aan de onderbezetting. Hij geeft verder aan dat er maatregelen getroffen zullen worden tegen agenten die zaken posten op social media die niet door de beugel kunnen. De uitlatingen die worden gedaan door sommige leden van het korps vinden we winsman ronduit verfoeilijk. Je kunt natuurlijk mensen opleiden en dan het tekort opvangen. Daaraan werken we ook. Maar nogmaals, uh, de bescherming van onze jeugdigen, uh, dat gaat me zeer ter hart. En ik hoop ook zo voor uh, de, 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 de politiemensen. Ze dienen in een uh, gedisciplineerde korps. En uh, u zou dus dan anders moeten verwachten van de organisatie waarin u dient. Uh, Ten meer de verantwoordelijkheid die op uw uh, uh, rust als politieman, als politieofficier. En social media is een uh, wereldwijd uh, 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 media waar mensen hun informatie kunnen bekomen en dat ook internationaal. Dus mensen gaan denken van, is, 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 is dit wat het korps uh, te bieden heeft? En ik, ik kan de mensen garanderen dat het dat niet is. Minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie. Hij sprak vandaag voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.